Klotterhamer Jeugd en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed. Vandaag beginnen we mooi met mensen redden, want hier is een meneer die gered moet worden. Ja, heel mooi. Doei! Bap, zo. Hop. Oeh, dat was een mooie move. Ik moet echt beter leren timen. Echt. Ik heb namelijk een nieuwe move, maar daarvoor moet je wel goed timen. Oké, nou dan doen we het zo. Oké, en dan verder naar deze Informer Escort Challenge. Oh, we mogen weer gaan escorten. Dat is altijd leuk. En waar is die gozer? Oh, daar. It seems I've made some enemies. Al Mualim asked that I shadow the slave trader. And I did, though not well enough. He discovered me and I've been running from his men ever since. I need to get out of the city, but I can't do it alone. Help me. En ik zal share what I've learned with you. Oké. En waar moet jij helemaal toe, naartoe, mijn vriend? Oh, dat is gewoon heel simpel. Dan moet je gewoon die kant op lopen en dan hop daar. Tenzij jij een andere route wil nemen. Waarom ga je dan naar het zuiden, man? Je kan gewoon heel simpel die kant op. Ach, nou ja, ik volg hem maar gewoon. Oké. Hey, bewaker. Kijk, hij valt hem niet aan, natuurlijk, hè. Waarom ga je niet met deze mensen mee? Of ken je dat trucje niet? Kijk, dan ga je hier tussenin staan. En dan doe je zo. En dan ga je automatisch met die mensen mee. Oh god. Nou, kom maar. Ja, ik zie alleen maar plantjes. Altijd hier, mag ik wat anders zien? Oké, en jij dan? Oké, doei. Oh, we gaan daar langs. Is er een optie? Hij loopt echt vreselijk om. Maar, ik vind het niet erg, maar hij loopt wel vreselijk om. Dus dit kost tijd. Dat hij zo erg omloopt. Kun je niet over dat dak heen dan? Je bent toch een assassin? Assassins kunnen klimmen. Misschien hij niet. Nee, hij kan niet klimmen. Deze gozer kan niet klimmen. Oh god, dan moeten we echt helemaal hier omheen. Dit wordt even een stukje lopen. Yay! Hoppakee! Weer eentje minder. Oh god. Jij vlucht? Goed. Oh, we gaan hierheen. Maar dat paadje staat nog niet eens op mijn radar. Of op mijn kaart. Ik vind het goed. Sluipweggetjes zijn altijd mooi. In ieder geval, dan zijn we erbij. Had hij misschien meer dat zwaard even uit je hand doen. Ja, dat is veel beter. Oké. Ook al heb je hier honderden bewakers. Maakt helemaal niet uit. We kunnen hier gewoon heel simpel naar buiten lopen. Vertel me dan nu wat ik moet weten. Please. Vertel het even. Alsjeblieft, dankjewel. Thank you, brother. Take this map. It lists Talar's hiding places. Useful information should that coward choose to run instead of fight. And from what I know of the man, run is what he'll do. Oké, dus die meneer houdt erg van vluchten. Oké. Acquired map detailing to Sauk, where the Tatal will hide if he escapes. Dus ook al kan hij mij ons... Ook al raak ik hem kwijt, dan weet ik precies waar hij naartoe gaat. Dat is handig. Ik zeg niet dat we hem namelijk kwijt gaan raken. Maar als we hem kwijtraken, is het altijd handig... Dat we dan precies weten waar hij naartoe is. Maar dan gaan we weer even een vlag pakken. Want ik zag een vlag hier. En dan gaan we ook meteen eventjes mensen redden. Want die staan hier ook op de kaart. En hoe meer mensen er gered worden, hoe meer hulp ik heb in deze stad. Oh, dit valt... Oh god. Ja, dat vind ik niet erg hoor. Auw. Ben ik zo slecht aan het timen? Nou, kom dan. Vier man. Oh, hier kan ik er wel van winnen. Vijf man.
Okay, die is dood. Valt iemand... Ja, dank u. Valt iemand mij nog verder aan, of... Kom op. Kom op. Oh god. Oké, dit wordt wat. Oeh, full life. Dus als je iemand doodmaakt... En je bent bijna aan het doodgaan, dan heb je in één keer full life. Dat is handig. Alright, doei. Kijk, dat is nou snel praten. Bedankt. Anders had ik me dan gedood. Dan zeg ik, oké, doei. Kijk, dat is nou mooi praten. Kaart alsjeblieft, dank u. Of kaart, camera. Oh god, kan Altair hier niet omhoog? Nou, dan gaan we. Altair kan niet eens het hoekje om. Dan doen we het zo. Ik heb soms het idee dat Altair een beetje een amateur is. In plaats van een echte assassin. Maar dat is alleen het idee hoor. Ik weet niet of het echt zo is, maar ik heb soms het idee dat Altair een beetje een amateur is. Qua klimmen. Hop. Hop. Niet dat ik zo goed ben in klimmen. Maar om een hoekje, dat zou toch wel mogelijk zijn voor Altair. Misschien is hij een beetje lui. Dat zou wel kunnen. Dat denk ik trouwens ook nog wel. Het is nog best wel mogelijk hoor, dat Altair lui is. Er was hier een aantal Er was hier een aantal afleveringen terug ook. Erg lui. Kijk, dit kan hij wel, hè? Aan stipjes hangen. Oké, in ieder geval. Synchronize. En jump. En dan gaan we meteen ook even kijken waar we naartoe gaan. Oh, niks. Oké, dan gaan we naar het volgende viewpoint. Dat kan ook. Ja. Volgende viewpoint. Volgende viewpoint. En dat is hier 30 meter vandaan. Ah, dat is simpel. Echt, in deze stad zijn heel veel boogschutters. Tot nu toe heb ik echt heel veel gezien. In de vorige stad stonden bijna geen boogschutters. En nu... Oh. Dit is een manier die ik kan helpen. Dus... Daar heb ik niet eens een kaart voor nodig. Deze manier kan ik zeker helpen. Ah, kijk, dat was nou weer goed getimed. Oké. 8 van het faal val. Hallo, hé. Wij zijn goed bezig. Oké, in ieder geval, hop. Ja, niks. Ja, ik weet eigenlijk wel wat er hier gebeurde. Ze probeerden me aan te vallen, alleen ze waren daar... Dat was een hele domme actie. Oké, hoe kom ik nou daarboven? Dit is weer echt zo'n denkplaats. Moet ik weer echt even helemaal gaan denken wat Altair niet te lui voor is. Want sommige dingen die mij best mogelijk lijken... Ik denk Altair van, nooit veel te lui voor. Hoppakee, dit kan niet wel. Kijk, Altair is niet... Oh god. Oké. Niks aan de hand. Doei! Nergens. Nergens. Vlag. Mooi. Hoppakee. Oké, nou, doei. Dan ga ik hier omhoog. U heeft trouwens helemaal gelijk. Ik zal niet beneden moeten wezen. Ik zou eigenlijk hier omhoog moeten klimmen. Nou, ik eigenlijk. Ik zag wat daar gebeurde. Maar ik ga het niet aan u vertellen. U hoeft niet alles te weten. Meneer. Hoppakee. Alles weten is slecht voor u. Oké. Nee, niet die knop. Die knop. Synchronisatie. En... Jump. Dat ga ik niet vertellen. Dat mag u zelf achter gaan komen. En vorm een assassination challenge.
Oké, dat klinkt leuk. Dat klinkt echt serieus leuk. Nergens. Oké, laten we hieruit komen. Hoppakee. Ik loop achter u. Nou, ik echt niet, hè. Kom op. Time een beetje goed. Ja, hij viel mij aan, gozers. Oh, u mist wel heel erg. Ik lig op de grond. Dan zou het toch niet zo moeilijk moeten wezen. Oké, dit duurt wel even. En hoppakee. En let's go verder. Waar nou weer? Oh, ja, dan reken ik wel met deze af. Kom op. En dacht ik dus helemaal niets. En nu gaat vluchten, mooi. Dan gaan we die challenge van hem aannemen. Safety and peace, Altair. We live in harsh times, do we not? I am in an ocean of trouble. I had a mission to investigate some strange disappearances in the rich district. And Talal's men saw my face. My status is compromised. Would you be kind enough to eliminate them for me? In exchange for the information you seek. Oké. Twee man. Oh, dat gaat niet moeilijk, weet je. Pak weer even mijn Hidden Blade. Dat werkte erg goed met die kruisbooggozer. Of met die pijl en booggozer op het dak. En dan gaan we die gozer even uitschakelen. Waarschijnlijk stielt, hè. Maar dat vertelt hij er even niet mooi bij. Ja, mevrouw. Ik vind het heel mooi dat u hongerig bent. Oké, is deze gozer? Nop. Het is niet die gozer. Het is deze gozer. Oh. Oh god, veel te veel bewakers. Hoppakee. Shit. Ja, zie je wel? Ik moet sneaky dit doen. Ik had die bewaker helemaal niet gezien. Ren al hier. Ja, die raak ik me vanzelf wel kwijt. Die gozer raak ik me vanzelf wel kwijt. Oké. Oh god. Oké, waar kan ik me verstoppen? Hier. Oké. Oké. Weet je, dan neem ik even dit viewpoint mee en dan gaan we de volgende keer wel die challenge van die gozer opnieuw doen. Want we hebben daar niet echt veel tijd meer voor. Dus ja. En dit viewpoint hebben we op zich nog wel tijd voor. Nee, niet waar. Ik weet wel wat ik doe, hoor. Wie zegt dat ik deze plaats moet lieven? Oh, zeg jij het? Oh. Dat is niet erg. Ja, mis. Wat een huiskeukel. Ik kan die nog niet eens raken. Hij zit een paar meter van me af. En ik kan me nog niet eens raken. Ja, schiet dan. Durf je niet, hè? Ik moet niet te veel stil gaan hangen, anders krijg ik echt een probleem. In ieder geval, seek Granny's eyes. En jump. Hoppakee. En krijgen we daarbij erg veel extra bij de kaart? Nee, niet echt. Dus de volgende keer gaan we daar iemand redden. We gaan daar iemand redden. En dan gaan we een challenge van die gozer doen. En dat moet dus sneaky. Dat wist ik dus niet. Ik dacht het wel. Ik heb jullie nog verteld dat ik het dacht. Maar ik wist het niet zeker. En ik zag ook die bewaker niet. In ieder geval. En daarna nog die 4 uitkijkpunten. Nou, deze stad zit er al bijna op.
Dat vind ik jammer. Ik vind het jammer dat het zo snel gaat. In ieder geval. Dan ga ik even uit dit hooi... bultje. Dan ga ik tegen jullie zeggen. Kijk eens weer een duimpje omhoog. Help je mij mee. Help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zie ik jullie morgen weer. Als we de laatste dingen in de stad gaan proberen te doen. Ik weet niet of we morgen deze stad af gaan krijgen. Dan zien we nog wel. In ieder geval. Wat we morgen zeker gaan doen. Is natuurlijk mensen de Any Challenge opnieuw te doen. Deze keer sneaky. Maar dat zien jullie morgen. Want voor nu ga ik zeggen. Doei!